Hoi lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik in Kroatië en ik ben hier op vakantie met mijn familie. En daarvoor moest ik natuurlijk mijn koffer inpakken. Dus dat zien jullie allemaal in deze video, hoe ik mijn koffer inpak voor mijn vakantie in Kroatië. Heb je daar nou zin in? Geef deze video dan alvast een blauw duimpje omhoog en abonneer alvast op mijn kanaal. Gaan we beginnen met de video! Dit is dus mijn koffer. Ik heb gewoon een blauwe. Hij is niet heel groot, maar ja, ik ga ook maar een weekje weg. En ik hoef niet heel veel mee te nemen, want we kunnen nog onze kleren wassen. Dus hey, ik heb verschillende outfits gemaakt. Omdat ja, ik ga veel foto's daar maken en ik ga allemaal dingen doen. Dus ik heb alvast wat outfitjes gemaakt. En dat ga ik allemaal jullie laten zien wat ik allemaal ga meenemen. Dus ik ga op vakantie en ik neem mee. Dus als eerst ga ik gewoon alles, ja... Ik denk er gewoon inleggen, hoe ik het altijd doe. Dus let's go! Nou ja, onderbroeken en topjes natuurlijk. Die moeten allemaal mee. Dus dat ga ik gewoon... Ga ik dat? Nou, ik ga dat dus in dit vakje doen. Zo. Dus dat ga ik ook even doen. Ik heb ook bikinis natuurlijk. Want ik ga natuurlijk zwemmen. Want daar is eigenlijk mijn hele bedoeling van de vakantie mee. En ik heb ook nieuwe bikinis nog gekocht in de stad. Want ik had er eigenlijk alleen maar ja, 3 die echt goed pasten. Dus ik heb er nog 2 nieuwe gekocht. En die ga ik even laten zien. Het is wel last minute op ja, een vakantie. We hebben best wel last minute een vakantie geboekt. Dus ik moest vanochtend nog snel heel eventjes naar de stad. En ik heb een bikini gekocht. Wow. Deze is met aardbeidjes. Ik vind hem zo schattig. Een gekke strik of zo aan de zijkant. Dat is heel raar, want hier zit het niet. Oh jawel. Nou, dit is dus met aardbeidjes. Ja, ik vond hem gewoon heel leuk. En ja, om nou elke dag dezelfde bikini aan te trekken, dat is ook een beetje saai. Want ik denk dat ik toch 24/7 eigenlijk in het zwembad lig. Dus dat is de eerste bikini die ik heb. Die heb ik vandaag gekocht. En al ietsjes eerder heeft mijn vader nog voor me een bikini gekocht. Een nieuwe. En dat is deze. Met palmboompjes erop. Super schattig. Nou, die ga ik dus ook meenemen. Ik heb nooit mee gezwommen. Oh, ik heb zoveel zin, jongens. Niet normaal. Ik wilde sowieso op vakantie. Als we niet op vakantie gingen, dan ging ik echt huilen. Ja. Dus dat zijn de eerste 2 bikinis. Dan heb ik ook nog deze. Ik weet eigenlijk niet of ik deze meer pas, maar deze heb ik al best wel lang. Van Vincino. Dus ja, die gaan we ook meenemen. Nice. Leuk. Oké, dan mijn 2 favorieten. Deze vond ik al voor klein. Maar dit, ik neem deze mee omdat deze heeft een sporttop in plaats van echt zo'n bikini topje. En ja, af en toe vind ik het ook wel gewoon weer wat fijner om gewoon een sporttop aan te hebben. Dus dat kan ik dan kan ik een beetje afwisselen. Dus dat is het fijnste aan deze bikini. Dus daarom heb ik deze meegenomen, zodat ik niet alleen maar in dit soort bikinis hoef te lopen. En deze is van Scotch & Soda. Voor mijn verjaardag gekregen. Super chill is deze. Deze mijn lievelings. En het mooiste vind ik ook. Je kan hem ook omdraaien. Dan heb je van die zo'n reversible ding is dit. Dus ik heb in totaal 5 bikinis die ik mee ga nemen. Je zou denken dat is zoveel. Maar in verhouding met mijn zus is het 1/10 van de bikinis. Dus de bikinis ga ik bij mijn topjes en zo. Ja, wij dachten dus, want we hebben hier thuis ook een zwembad. En daar hebben we van de poolfloaties. Toen dachten we, laten we ze leeg laten lopen en dan meenemen. Maar ja, dat is natuurlijk niet leuk. Natuurlijk. Dus we hebben poolfloaties gekocht. En ik zie opeens een gele erbij. Jawel. Oh, dit is gewoon dezelfde. Nou, deze hebben we dus al, maar nu hebben we dus dubbel. Dit is zo'n... Kijk, er zitten dan van die vasthouding. Het is gewoon zo'n band. Maar dat is altijd wel leuk, want ja, als je gewoon de ruimte hebt, dan wil je wel gewoon leuke floaties hebben, dus die hebben we. We hebben gewoon eigenlijk alleen maar simpele floaties, want er was ook nog een unicorn en een flamingo, maar die waren een beetje klein. En ja, dan. We hebben deze in het groen, gewoon zo'n simpele waar je op kan liggen, maar dat is altijd heel fijn, want ja, we gaan niet alleen zwemmen, we gaan natuurlijk ook zonnen en slapen. En die hebben we ook nog in het roze, hè? Dus daar kunnen Fiona en ik alle 2 op een eigen voordat we elkaar eraf gaan duwen.
Dus dat zijn de poolfloaties die ik heel even wilde laten zien. Dan hebben we deze Beach Towel Round. Dit is dus een ronde strandmat. Strandhanddoek, I don't know. En ja, het is gewoon altijd heel handig om ernaast te liggen of lekker even te zonnen op het gras of zo. En dan is zo'n strandhanddoek veel fijner dan gewoon een normale. Dus daarvoor hebben we deze. Dus dat heb ik ook gehaald. Natuurlijk om niet te weten. Dat dus. Ik ga dus nu weer verder wat inpakken. Ik ga dus even leuke shirtjes bij elkaar verzamelen. En die ga ik allemaal even denken. Hier ga ik mijn broek en mijn shirt. Een super schattig hemdje. Dus die ga ik sowieso meenemen, denk ik. Dus dat als eerste shirt. Dan heb ik dus een heel leuk setje. Met dus gewoon zo'n topje en een rokje. En dat is gewoon, dat is niet aan elkaar, dat is geen jurkje, maar het is gewoon een setje, zeg maar. En dit is het topje. En ik ga het setje sowieso meenemen. Dus dat gaan we niet vergeten. Ik heb hier ook nog een superleuk blouseje. Kijk. Vet leuk, voor als ik mijn bikini aan heb. Dan kan ik deze eroverheen doen. En dat vind ik super handig. Dus jongens, verwacht niet dat ik lange broeken mee ga nemen, want dat vaak niet. Ik ga alleen in de auto, denk ik, gewoon mijn joggingsbroek aantrekken. Met een t-shirt eroverheen. En ja, niet over de broek, maar... Oké, ik heb nog wat shirts gevonden. Ik heb deze ook van Scotch & Soda. En ik heb deze van Indian The Blue Jeans met No Adventure. Dus die is super leuk. Twee witte, ik draag nu maar altijd witte. Dus die gaan we nu erin doen. Als ik nog ergens nog leuke shirts tegenkom, dan doe ik die er ook gewoon nog bij. Maar voor nu is dit het. Ik ga een weekje weg, dus komt goed. Oh, ik ga mijn shirt gewoon hier doen en mijn broek gewoon daar. Slim. Zo. Dan zit het in elkaar. Oh, en het past gewoon precies. Zo satisfying. Ik kom het gewoon echt zo. Zo. Oké, en nu mijn broeken en rokjes. Misschien moet ik ook hier op de mening. Ja. Daar kom ik net achter. Oké, we gaan even in mijn kast kijken wat voor leuke jurk ik allemaal heb. Gaan jullie met mij mee? Ik neem ze even mee. Maar ik hou hem zo, zodat ik hem dadelijk niet. Oké, ik ben nu in mijn zus haar kamer. Dus ik ga nu even naar mijn kamer om te kijken wat voor leuke jurkjes ik allemaal heb. Hier. Oké. Sowieso mijn Nick en Nick jurkje. Die gaat sowieso mee. Want die is vet leuk. Mijn Fingino jurkje, daar zit wel een scheur in. Dat is wel jammer. Deze vind ik ook wel leuk van Fingino. Always lucky. Panterprintje. Dus die gaat ook mee. Even denken. Deze is ook al heel cute. Dit is zo'n waterstofje. Dus die kan tegen water. Ik heb ook nog een gasjurkje, maar die is een beetje te klein. En dat zijn denk ik wel de jurkjes. Ik heb drie leuke jurkjes. Want verder, ja, ik denk dat ik toch niet heel veel jurkjes ga dragen. Maar het is altijd wel leuk om te hebben. Jurkje. Dus dat zijn de jurkjes en die gaan we meenemen. En zal ik mijn eigen kussen meenemen? Maar dat past niet in mijn koffer. Ja, maar gewoon in de auto. Oh ja. Tuurlijk. Oké, ik ga even mijn hangers weer terug in de kast doen. Ik ga mijn eigen kussen dus meenemen, want ik moet in de auto wel kunnen slapen natuurlijk, want we gaan 's nachts rijden. Wat is nog meer handig om mee te nemen? Ga ik mijn knuffel meenemen? Nee. Stom knuffel. Oké, nou, ik ga dus even mijn koffer nog inpakken. Oké, nou, we gaan hierbij bij de shirts nog wat jurkjes doen. Dus ik heb deze. Wat betekent dat ik mijn broeken ga doen.
Nou, top. Oké, als eerste heb ik het rokje van het setje. Kijk eens even aan. Hij is heel leuk. Dus die gaat natuurlijk mee. Ik heb niet zo heel veel kleren eigenlijk. Het kaartje hangt er ook nog aan. Nou, die mag mooi mee. Dan heb ik mijn zonnebril. Matcht een beetje bij mijn nagels. Ik heb mijn zonnebril. Ik weet eigenlijk... welke zonnebril dan? Oh ja, deze. Dit is mijn zonnebril. Nou, het zonnebril, dat kunnen we niet vergeten. Aangezien ik elke dag op het strand... Nee, niet op het strand. Aan het zwembad ga liggen. Dus mijn zonnebril. Ja. Dat is heel erg eigenlijk. Ik heb vanochtend in de stad nog een heel leuk topje gekocht. Deze. Geel staat mij echt oprecht. Ik lijk er heel bruin door. Nou, dit. Hij is vet leuk. Het is een beetje kort. Maar dat hoort natuurlijk. Hij is super leuk, dus die moet eigenlijk ook mee. Dat was ik helemaal vergeten. Mijn badslippers heb ik beneden klaargelegd. Want ik ga dadelijk nog even douchen. En mijn outfit aantrekken voor de auto. En daar kunnen mijn badslippers dan onder. Want ja, ik hoef niet helemaal schoenen aan te trekken. Want ik zit toch altijd zonder schoenen in de auto. Dus nou, dit topje ga ik nog heel even hier gewoon tussen leggen. En mijn schoenen. Ik ga nu in een eentje. Ik mis je nog een twee. Of zou ik mijn schoenen gewoon in een tas doen? Bij mama. Oké, ik ga mijn schoenen bij mama doen. Mijn zonnebril die kan er nog wel bij. Want die heb ik nu in de auto niet nodig. Niet? Nee. Dus als het goed is, heb ik nu alles. Goed, dus ik ga het even dicht doen. Nou, hij zit eigenlijk helemaal niet vol. Er zit nog aardig veel plek. Voor mij niet ruilen. Ik heb een slot op mijn koffer, maar ik weet de code niet, dus ik durf het nooit te doen. Is klaar, dit is mijn koffer. Mijn naam stond er eigenlijk ergens op, maar ik weet nu eigenlijk niet meer waar. Oh, hier. Naomitra. Top. Nou, auw. Die is dus compleet. Ik heb hier mijn tas voor in de auto. We gaan dadelijk nog de auto helemaal klaarmaken. Dit was dan alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en er een beetje van hebben genoten. Doe nog een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe ook een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie in de volgende video.